We zijn hier voor de lanceringsborrel van Eigen Leidsterrein Magazine, een nieuw magazine in Leidsterrein, Vleuten en de Meren. En waarom zijn jullie dat begonnen? We werden gevraagd. Er is al een eigen houtje in Houten en een eigen wijks in Wijk bij Duurstede. En de makers daarvan vroegen aan ons of we het leuk vonden om dat ook hier uit te rollen. Daar hebben we even over getwijfeld, maar we hebben het toch gedaan. En wat is precies de inhoud van het blad? Columns van bewoners en ondernemers in Leidsterrein en Vleuten en Meren. Het zijn interviews met bedrijven hier uit de omgeving. Het is een strip, hebben we. Daar zijn we heel trots op. We hebben een local hero. Een lokale held. Dat is dit keer Aten. En die geeft dan het stokje door aan een andere lokale held. We hebben iedere keer een goed doel wat we eruit lichten. Een goed doel wat nog niet iedereen kent. En wat vind jij de kern van het blad? De kern van het blad is dat we een eigenwijs en positief magazine zijn voor Leidsterrein en Vleuten en Meren. Dus het is anders dan anders. We laten zien hoe leuk het is in Leidsterrein en Vleuten en Meren. Sommige mensen denken er anders over, maar wij vinden het hier echt leuk. Dat laten we graag zien en dat doen we in dit blad. En wat vindt u van het blad? Ja, ik ben er net aan het doorkijken, dus ik moet wel even doorkijken. Nee, maar ik vind het hartstikke goed dat ze dat gemaakt hebben. En ook dat ze het hebben aangedurfd om een blad uit te geven, hè? In de digitale tijdperk. Wat ziet er mooi uit. Wat is jouw bijdrage geweest aan het magazine? Ik schrijf een column over dat Leidsterrein eigenlijk een beetje een minderwaardigheidscomplex heeft, wat ik eigenlijk niet nodig vind. Waarom heeft deze wijk dat? Als ik mensen uit Leidsterrein spreek over het wonen in Leidsterrein, dat ze dan daar zelf ook nog een soort drempel bij hebben. En dat dan is van, we konden hier een leuk huis vinden en wat betaalbaar was. Maar het is hier ook wel prima. Maar dat ze zich bijna een beetje moeten verdedigen dat ze in Leidsterrein wonen. Dus ja, en dat vind ik eigenlijk zonde, want het is echt gewoon heel prettig hier. En wat is jouw aandeel precies in het blad? Ik ben de tweede uitgever, samen met Anouk. En daarbij doe ik ook de art direction, de vormgeving. Nou, de eerste editie is dan nu uit. Wat vind je ervan? Ik vind hem zelf heel mooi geworden. Ja, ik heb hem natuurlijk al de hele tijd op het scherm gezien. Maar nu in het echt, gedrukt, ja, is toch wel heel stoer om dat te zien. Ja. En wanneer komt hij weer in de bus? Als het goed is, wordt hij bezorgd volgende week dinsdag, woensdag of donderdag. In heel Leidsterrein en in Vleuten en Meren. En jij bent ondernemer in de wijk? Ja, dat klopt. Ik ben notaris aan de overkant van de plas. En wat heb jij te maken met dit blad? Er staat een artikel van mij in dit blad. Daarin presenteer ik mezelf, of het blad presenteert mij als de dorpsnotaris van Leidsterrein. En ik vind het waanzinnig om in dit eerste nummer te staan. En hoe ben je hierbij terechtgekomen? Nou, de makers van het blad zijn mij heel goed bekend. Omdat ze allemaal lid zijn van de Vrouwelijke Ondernemersvereniging Leidsterrein, waar ik zelf ook lid van ben. Wat doen jullie dan? Nou, wij organiseren maandelijks activiteiten, specifiek voor vrouwelijke ondernemers. En de avonden zijn heel divers. Gisteravond hebben we bijvoorbeeld een avond gehad over financiering van je onderneming. Maar soms zijn het ook gezellige avonden. Het kan ook een uitje zijn met een barbecue na afloop. Dus eerst zit je samen in zo'n club en daarna maak je samen zo'n tijdschrift. Ja, dat is dus heel leuk dat uit die club zo'n samenwerking voortvloeit. Dat twee leden elkaar vinden. De een is schrijfster, de ander is fotograaf. En samen weten ze iets tot stand te brengen. En binnen de club weten ze andere mensen enthousiast te maken om te adverteren en artikelen te schrijven. Ja, ik vind dat echt heel mooi.